Voor we gaan luisteren, Edward, naar jouw woorden, die je mag spreken namens God, ga ik een zegen voor jou vragen. Vader, dank u wel dat ik met mijn broer bij u mag komen, Heer. En dank u wel dat hij uw dienstknecht is. Dank u wel, Heer, voor de drang tot evangelie die u in zijn leven hebt gelegd, Heer, in zijn hart. Dank u wel, Heer, voor zijn bewogenheid voor mensen, waar ze ook zijn, waar hij ze ook tegenkomt, Heer. Dank u wel daarvoor. Vader, ik bid u, Heer, dat u zo van ons allemaal mensen maakt van het evangelie. Mensen maakt van het licht, zodat we tot zegen mogen zijn. Zegen Edward nu, Heer, zodat hij uw zegen kan overbrengen aan ons. Laat ons zonder uw zegen hier niet vandaan gaan. We hebben u zo nodig. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Amen. Dank u wel. Zegen, man. Zo, ik zet de stopwatch aan. Ja. Zo, goedemorgen. Fijn dat ik hier vandaag mag zijn. En we hebben een jarige in ons midden, toevallig weet ik dat, dus als ik dat weet, vind ik dat net zo attent om te zeggen. Jeff, als je wil, sta even, kunnen ze je straks feliciteren, Gods zegen wensen. Ja. Jeff is vandaag jarig. Ik ga niet vragen hoe jong die is geworden. Maakt niet uit of je nou een baby bent of hoogbejaard bent, we blijven kinderen van God, hè? Amen, hè? Dus altijd kind bij de Heer. Oké. Voordat ik verder wil gaan, volgende week is het Pasen. Ja, dat is een mooie dag. Vieren we dat Jezus de dood heeft verslagen, de duisternis. Daar waar we God zo dankbaar van zijn. Geen één geloof heeft dat, hè? Dat is zo bijzonder. Ik heb respect voor alle gelovigen. Of je nou niet gelovig of anders gelovig bent. Ik heb ook vrienden die anders gelovig zijn. Daar is niks mis mee. Dat moeten ze zelf weten. Maar als ik dat dan soms met hun bespreek over het geloof, moeten ze altijd hun best doen. Werken. Weet je wel, op die datum dit doen. Op dat tijdstip dat doen. En noem maar op. En wij als christenen hebben die vrijheid. En door de genade van Jezus Christus hebben wij iets wat heel veel mensen in andere gelovigen niet weten. Dat is eeuwig leven. En daarom is het zo. En is mijn levensmotto One Way Jesus. Niet omdat ik beter ben dan anders gelovigen of niet gelovigen. Ik kan zoveel leren soms van anders gelovigen en niet gelovigen. Echt waar. Maar ik heb het voorrecht door de genade van Jezus Christus gered te zijn. Die de dood heeft verslagen. En dat is nog meer waard als hoe jij hier vandaag misschien zit. Misschien ben je in de war. Kan ik me heel goed voorstellen. Ben ik ook wel eens helemaal in de maatschappij waarin we leven. Misschien ben je wel depressief. Misschien denk je zelfs wel aan zelfdoding. Van alles kan ook in een christelijke wandel overkomen. Hè? Ook een hele goede rapper. Ik ben even vergeten hoe die heet. Hoe heette die nou? Nee, die niet. Een christelijke jongensgroep. Twee jongens waren dat. We zijn ook bij Oude Pauw geweest, zo'n jongen. Die had een snor. Ik kan niet op zijn naam komen. Maar in ieder geval, een paar jaar terug heeft die jongen gewoon zelfmoord gedaan. Hoewel die een gelovige was, een bediening had. En daarom is het belangrijk dat wij als christenen voor elkaar bidden. En reëel zijn. Niet alleen maar achter de wonderen aanrennen, maar achter Jezus aanrennen. Amen. Dat is het eeuwig leven. En als we Jezus hebben, is dat genoeg voor ons. Dat is het. Want wij hebben te maken met een gebroken wereld. We leven in een gebroken maatschappij. Daarom moeten we naar elkaar omkijken. En daar wil ik het vandaag ook over hebben. En daarom wil ik iedereen ook nog uitnodigen die misschien toch zoiets heeft straks. Hey, volgende week die paasmarkt waar we rozen gaan uitdelen. Als je mee wilt doen, kom dan straks naar de dienst naar mij toe. Dan kan ik jou opgeven bij de persoon die dat dan regelt. Bij Nijsie Wijzen. Bij haar liggen de credits. En dan gaan we de markt op. En dan hoeft maar een half uurtje of een uurtje. En het is heel simpel. Je geeft een roos en de rest staat op dat kaartje. Maar ik maak soms mooie dingen mee. Mensen die geen eens weten wat paas is. Dat je het evangelie kan uitleggen. Mensen die niet door God pijn is gedaan, maar door mensen, door de kerk. Dat je tegen hun een arm om de hand kan geven en zeggen, mag ik de excuses aanbieden dan als christen zijnde? Want zo is het niet bedoeld. Nou, denk erover na.
De titel van deze preek heet Mens naar Gods hart. En net in het lied van Trinity, dat mooie lied, een dak boven je hoofd. Ja, dat was de preek eigenlijk. Want wat zie je daarin? Ik heb daar iets heel bijzonders zit er in die lied. Je leest daar niet in Jezus, je leest daar niet in God. Maar je leest daar een veranderende persoon door Jezus. Die een vriend wilt zijn. Die jou een dak boven het hoofd geeft. Een brood, kippenvel. Dat is de bedoeling, hè? Daar stonden de eerste christenen onbekend. Zoals de pastor Rob zo mooi zei, wie heeft er een fiets te lenen? En iemand stak de hand op en dat de kerk niet alleen maar God te vinden is, maar dat we elkaar kunnen vinden. Dat God kijkt en blij is met ons, hoe we met elkaar omgaan. Het grootste gebod, hè? Heb je naast lief als jezelf en God boven alles. Ik ga beginnen met een stuk uit de Bijbel lezen. Dat staat in Jacobus 1, vers 1 tot 18. Nou, klap het open of luister gewoon. Jacobus 1, vers 1 tot 18. Vanuit het boekvertaling. Van Jacobus, een dienaar van God en van de Heere Jezus Christus. Aan de Joodse christenen uit de 12 stammen die over de hele wereld verstrooid zijn. Beste broeders en zusters, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar blij. Want als uw geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien. Als uw geduld dan volgroeid is, zult u zelf volgroeid zijn. Alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben. Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraagt het hem en hij zal het u graag vertellen. Want hij staat altijd klaar om ieder die hem daarom vraagt voldoende wijsheid te geven. Hij zal het u niet kwalijk nemen. Maar als u hem erom vraagt, moet u ook verwachten dat hij het zal geven. Want iemand die twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind heen en weer gejaagd wordt. Zo iemand moet niet denken dat de Heere hem iets zal geven. Als hij twijfelachtig is en onzeker in zijn optreden. Een christen die in de wereld weinig aanzien heeft, moet er trots op zijn dat hij in Gods ogen groot is. Maar een rijke christen mag blij zijn als hij beseft dat zijn rijkdom voor Gods niet betekent. Rijkdom gaat voorbij. Net als een mooie veldbloem die door de brandende zon en de hete wind verwelkt. Het zal niet lang meer duren of de rijke sterft en moet zijn bezittingen achterlaten. Gelukkig is hij die telkens verleidingen weerstaat en niet doet wat verkeerd is. Want later zal hij als beloning de kroon krijgen die God beloofd heeft aan allen die hem liefhebben. Het eeuwige leven. Maar als u moeite hebt om de zonde het hoofd te bieden, moet u niet zeggen dat God u in de verleiding brengt. God heeft nooit de neiging iets slechts te doen en hij brengt niemand in verleiding. Het zijn uw eigen slechte verlangens die u in verleiding brengen. De slechte verlangens waar u aan toegeeft, brengen u tot zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt die de dood voort. Broeders en zusters, verlaat dus nooit de weg van God. Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven. Hij is de bron van alle licht. Hij is een en al licht en verandert nooit. Hij heeft ons volgens zijn plan nieuw leven gegeven. Door ons de waarheid bekend te maken. Zo zijn wij als het ware de eerste vruchten van zijn nieuwe schepping geworden. Dit is een brief van Jacobus, een broer van Jezus Christus, een halfbroer. Hè? Jezus had natuurlijk Papa God in de hemel en de aardse moeder Maria. Maar Jacobus was een broer van Jezus. En deze Jacobus is nooit uit Jeruzalem weggegaan. Hij is ook een volgeling van Jezus geworden. Samen met nog andere broers, hè, Judas. En de goede Judas, hè. Zijn verschillende namen natuurlijk in de Bijbel. En deze Jacobus is altijd in Jeruzalem gebleven om daar de mensen het evangelie te vertellen. Maar ook veel Joden werden christen. En die noemden zich, hè, Messiaanse Joden of mensen van de weg in die tijd. En gingen de wereld in. Maar er gebeurden dan wel eens dingen die ook niet goed waren. En in Handelingen 15 lezen we zo'n stukjes.
En dit kan heel herkenbaar voorkomen, ook voor ons als gemeente. Voor ons als kerk. Sommigen zijn nou eenmaal verder als anderen. En daarom vind ik zo mooi wat Paulus zegt. Paulus werd zo getransformeerd door de genade. En misschien geldt dit ook voor jou. Misschien zijn wij soms niet blij dat we vroeger in ons vorig leven, hè, dat noem ik dan zo, hè, 10 jaar geleden ben ik gered door Jezus Christus. Dus ik heb een heel leven achtergelaten. En in het begin dat ik tot geloof kwam, had ik daar heel veel spijt van en na van. En natuurlijk heb ik daar nog spijt van, was niet goed. Maar doordat God, hij greep nooit te laat in, ook niet in jouw leven. Maar dat God dat toch toeliet, ben ik veel milder. Snap ik de straat, jongens? Snap ik de gebrokenheid van de wereld? Want ik heb zelf dingen gedaan die God verboden had. En geen mens kon mij daarin veranderen. Maar door de liefde van God, door zijn gratie, door zijn genade, door zijn liefde, kon ik aannemen wat het woord vertelde. Maar in het begin was ik een zwaar radicale christen. En te radicaal is soms niet goed hoor, echt niet. Want ik heb veel mensen pijn gedaan. Hoewel ik gelijk had, ik sprak vanuit het woord van God en toch deed ik mensen pijn. En het ergste was, ik snapte er niks van. Ik dacht, het heeft mij geholpen, het kan jou helpen. Stop met zondigen, kijk. Maar ik heb mensen pijn gedaan. Ik heb mensen erg pijn gedaan. Maar gelukkig, op een gegeven moment, hè, zoals Paulus zegt, wees bij een Jood en bij een Griek, met andere woorden, wees bij de mensen, hè, die het geloof kennen. Prima, maar de mensen die het geloof niet kennen, pas je je daar dan aan. Waarom? Om ze te winnen voor Christus. Zoals dat lied van Trinity. Een dak boven hun hoofd. Hoe ben jij met je naast? Hoe ben jij met je medemens? Sommigen zijn niet zo ver als jou. En je kan ze afstoten. En dat gebeurde ook bij de eerste christenen, zo noem ik ze even, hè, maar messiaans belijdende joden, die de wereld ingingen. In Handelingen 15 lees je dat. Ik ga dat niet helemaal lezen, want dat lukt niet met de tijd, maar het is een interessant hoofdstuk. Want er gebeuren dingen dat de mensen wetten gingen opleggen bij de heidenen. Dus mensen die tot geloof kwamen. Hè, wij waren ook heidenen. Het geloof is gegeven door een Joodse man, door Jezus Christus. Het is begonnen in Israël. En daarom is het ook zo belangrijk, ongeacht of het nou allemaal politiek goed gaat of slecht is in Israël. Jezus, God de Vader, draagt ons op. En de Heilige Geest ook. Bid. Maar bid ook voor de vijand. Bid ook voor de Palestijnen. Dat ze dromen, visioenen mogen krijgen. Want alleen God geeft vrede. Niet religie. Kijk maar, de kruistochten of de dingen. Dan kunnen ze misschien nog in bepaalde zaken gelijk hebben. Maar toch is dat niet de weg van God. Onze weg is de liefde van Christus laten zien. Dat de mensen zo hongerig worden dat ze van die genade willen smullen. Dat ze met jou op willen trekken en uiteindelijk naar jou toe komen en zeggen, hé, ik zit hiermee en ik heb dit gelezen in de Bijbel. Want tegen een muur praten heeft geen zin. Maar als je er een open oor krijgt, kan je dat fluisteren. Want we leven echt in de laatste tijden, geloof ik. En de wereld leert ons zulke verkeerde dingen dat wij soms heel veel wijsheid nodig hebben. En daarom is bidden heel belangrijk. In Handelingen 15, vers 22 en 29 lees ik even een stukje. Want dan zie je dat op een gegeven moment Paulus met nog wat mensen, ja, die het beter begrepen, dat er ook veel genade nodig is. Die dan weer naar Jeruzalem gaan, naar de kerk gaan, naar de aartskerk om het misschien zo te noemen, om uitleg te vragen. Hé, al die regeltjes weer, moeten nieuwe mensen uit de heidense volken zich ook laten besnijden? En nog meer regeltjes kwamen erbij en noem het maar op. En dan uiteindelijk lezen we dit in Handelingen 15, vers 22 en 29. Toen besloten de apostelen en de leiders enkelen uit hun midden met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië. De hele gemeente was het daarmee eens. Degenen die daarvoor werden uitgekozen waren Judas, die ook wel Barsabas werd genoemd, en Silas. Twee mannen die een belangrijke plaats in de gemeente hadden. Zij kregen een brief mee waarin stond: beste broeders en zusters in Antiochië, Syrië en Cilicië. Wij hebben gehoord dat er bij u
die niet van Joodse afkomst bent, grote opschudding en onzekerheid is ontstaan door wat sommigen van ons hebben verteld. Wel, dat hebben zij niet in onze opdracht gedaan. Daarom leek het ons goed 2 mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen, samen met onze vrienden Barnabas en Paulus, die hun leven voor de naam van onze Heer Jezus Christus op het spel hebben gezet. De 2 mannen die wij sturen zijn Judas en Silas. Zij zullen u vertellen wat wij besloten hebben. De Heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen verdere verplichtingen op te leggen en dan dat deze noodzakelijke dingen. Eet niets van wat aan afgoden geofferd is. Eet of drink geen bloed. Eet geen vlees waar nog bloed in zit en pleeg geen hoererij. Als u zich daaraan houdt, is het goed. Wij wensen u het allerbeste. En soms is dat ook goed om als broeders en zusters eens met elkaar te gaan kijken in je hart. Hé, hoe kan ik met mijn buren omgaan? We hebben nu bijvoorbeeld heel veel dingen die normaal zijn in de wereld en natuurlijk misschien niet goed zijn, die passen bij ons geloof. Maar toch is dat jouw naaste. En toch zegt het grootste gebod, heb je naaste lief als jezelf en God boven alles. Wij als mensen kunnen niet zo denken als God. Als je dat wel kan, nou dan kan je net zo goed niet meer geloven, want dan ben je perfect. Dus als het goed is, geven we toe, we zijn niet perfect. En God, wat heb ik u hard nodig. En we lezen net zo mooi wat daar staat, hè. Wij hebben samen met de Heilige Geest dit ingezien. Want het is een samenwerking. Het is een relatie. Dus dit hebben ze gevonden op hun knieën voor het kruis. Heere Jezus, vertel het ons. Of misschien gewoon 's avonds in bed. Heere Jezus, vertel het ons. Het kan overal. En laatst was ik ergens. En ik geef gewoon een voorbeeld, hè. Ik was ergens met een christelijke broeder, notabene. En die was blij. Zeg, yes. Ik zei, wat is er? Want in de stad, in Zutphen, hing een regenboogvlag. En die was weg. Hij was daar blij om. En ineens, ik zei tegen hem, ik ben daar niet blij om. Want wat zal de reden zijn als zo'n vlag weg is? Dit zijn ook mensen. Hun ziel is ook kostbaar. God houdt heel veel van hun. Ik ben hier niet om te oordelen. En als het goed is, mogen wij ook niet oordelen. Van ons gaat een christelijke wandel uit. En die moet aanstekelijk zijn. Want weten wij dat de eerste christenen bekend stonden daarom. De eerste christenen stonden bekend om de liefde om elkaar. En niet om de afwijzing. En niet om dat mensen zich niet meer welkom voelden. Nee, dat ze zich welkom voelden. En ik vond dat mooi dat ik daar verdriet om had. Niet omdat het een mooie vlag is of zo, dat ik hem graag zie wapperen. Maar omdat ik dacht, waarom zal die vlag weg zijn gehaald? Misschien dat zo'n persoon wel, weet ik voor wat voor bedreigingen krijg. En wij als christenen moeten zorgen voor de vrede. Wij zijn vredebrengers. Wij moeten ervoor zorgen dat elk mens zich geliefd voelt. Dat elk mens weet dat God ook naar die persoon omkijkt. Dat is echt een hele belangrijke opdracht van ons. Ook al ben je het soms met dingen niet eens, is het toch de kracht om dingen op te lossen met liefde. Ondanks Jezus ervan walgde dat die vrouw vreemd ging met mannen, zei hij toch. Wie zonde zonde is, werp de eerste steen. Kunnen wij dat ook in bepaalde zaken? Dat je niet meer luistert naar je vlees. Oh, ik vind dit zo'n zonde, ik vind dit zo erg. Nee, Jezus houdt van de ziel is kostbaar. Als ik op straat loop en ik zie een satanist, of ik zie een heks, of ik weet het wat, ga ik niet om te oordelen. Weet je wat ik zeg? Jezus houdt van jou. En dat is waar. Weet je waarom dat waar is? Al zo lief heeft God de wereld. Omdat hij zijn enige zoon heeft gestuurd. Opdat ieder die in hem gelooft eeuwig leven krijgt. De ziel is zo kostbaar dat het niet is voor wat hoort wat. De sleutel is Jezus. De duivel dacht, ik kan roven, ik kan stelen. Ik ga de mensen tegen elkaar opzetten. Hè? Polarisatie. Wie kent dat woord ineens niet meer? Verschrikkelijk dat we het soms allemaal ook kennen. Maar Jezus zei, de ziel is zo kostbaar. Zij kunnen niet meer terug bij de Vader. Ik zal mijn leven geven om de dood ook te verslaan voor die persoon. Zodat die bezegeld wordt met de Heilige Geest. En dan mogen we die leren kennen. En dan heb je eeuwig leven. En dan mag jij
op Jezus steeds meer elke dag gaan lijken. Want dat is niet makkelijk. En je zal nooit Jezus worden. Als mensen dat vertellen, is dat een sekte en is dat heel gevaarlijk. Jezus was volmaakt. Kon de dood verslaan omdat hij zondeloos was. Want de dood had nooit bestaan. Hij heeft recht op jou en mij, omdat wij zondaren zijn. En dan kunnen we wel wijzen, dat is slecht, maar kijk eens naar jezelf. Misschien doe jij ook wel hele slechte dingen wat die persoon zegt. En is dat waar? Daarom moeten we echt beseffen dat we mogen leven vanuit genade. Dat we echt mogen beseffen dat wat Jezus heeft gedaan zo kostbaar is en dat we het mogen uitdelen. Voor iedereen, zodat de ziel gered wordt. En ik geloof dat het heel moeilijk is om de Heilige Geest verdriet te doen. Dat is heel moeilijk. Ik geloof echt dat sommige mensen, dat zegt Jezus, zullen 30, zullen 60 of 100-voudig vrucht dragen. Nou, ik wil graag 100-voudig vrucht dragen, dus ik doe soms, ja, misschien voor sommigen iets te radicaal. Maar ik ben er wel door vallen en opstaan geleerd dat ik niet mag oordelen. Dat ik lief moet hebben. Als iemand anders is, of wat dan ook, anders gelovig is, anders leeft, maar wel een goed hart hebt en ik krijg hem op mijn hart van God. Want juist zulke mensen hebben Jezus ook hard nodig. Nou ja, niet alleen hun, iedereen. Mogen gewoon bij mij op de koffie komen. Ongeacht wat er iemand van vindt. Als de Heer mij zegt, ga die koffieshop binnen waar gebloot wordt. Omdat ik wil dat je daar bent om te vertellen het evangelie. Ik loop daar naar binnen. Ik doe niet mee, hè. Dat is een ander verhaal. Ik krijg zoveel kritiek omdat ik kickboxleraar ben. Maar ik heb veel in die kickboxwereld mogen bereiken. Al was het maar één iemand, had ik al veel bereikt, toch? Maar door de genade van God mocht ik nog meer mensen bereiken. Wauw. Maar het zijn plekken waar wij soms als christenen dit doen. Oeh, hè? Dat is niet goed. Wat ben je mee bezig? Maar als je er, en dat geldt natuurlijk voor iedereen anders. Mijn wandel met God. Ik ben weer een ander puzzelstukje als dat jij bent. Maar kijk niet tegen mensen op. Kijk tegen God op. Wees zoals Jezus. Wees mild. Wees nederig van hart. Weet dat jij die persoon niet kan veranderen door te oordelen, maar hem kan veranderen door jouw wandeling te laten zien. En de allersterkste wapen is de liefde. Dat is de sterkste wapen. En vinden we soms moeilijk, hè? En als je denkt, nee, nou, hoe ben je in het verkeer? Op de fiets of in de auto? Oh ja, dan heb ik toch gelijk, hè? Ja, dat is gewoon zo. Dat blijft een struikelblok. Dus de eerste christenen waren heel aanstekelijk door de liefde die ze hadden. Doordat ze omkeken. De eerste ziekenhuizen werden gebouwd door christelijke mensen. Daarom noemen ze ook vaak nog steeds in de zorg broeders en zusters. Het katholiek geloof heeft heel veel betekend om te kijken naar de weduwe, naar de wezen. Want die, werden, ja, die hadden echt een probleem. Wij leven nu gewoon in zo'n zorgstaat. He, wij zijn Nederland, de politiek regelt het wel. Dus wij zeggen gewoon, ja, dat is niet meer mijn probleem. Ik betaal belastinggeld. Dat geldt hopelijk niet voor ons allemaal, maar soms helaas denk ik ook wel eens zo. We hebben verzorgingshuizen. Hup. Wij hoeven niet meer om te kijken. We hebben het allemaal uitgegeven. Weggegeven, omdat het makkelijk is. Omdat we allemaal zo'n druk bestaan hebben. Maar als wij nou kijken naar onze opa en oma's als zij in een verzorgingshuis zijn, daar gaat het ook niet goed mee. Vaak wordt er in de zorg ook, hè, krijg je maar een kwartiertje om Pietje of Jantje of Hendriekje, of hè, die mooie ouderwetse namen, Truusje, ja, te wassen. Maar ik heb zelf in de zorg gewerkt, 5 jaar lang. Totdat ik een burn-out kreeg. En ik vond het verschrikkelijk. Toen wij grootschalig werkten, was je heel druk, maar vond ik zo mooi. Waarom? Dan was je altijd samen met een zuster of een broeder op de afdeling. En je wist precies welke personen altijd aandacht nodig hadden. En dan kon je zeggen, hey, ik ga even met die persoon op de kamer. Want ze kunnen wel dement zijn, maar op dat moment weten ze echt wel hoe of wat. En hadden ze ook last van schaamte. En kon je met die persoon op de kamer. Maar toen wij kleinschalig gaan, dat is weer mooi voor het oog, hè? Alles ziet er mooier uit. Jouw vader of moeder of opa en oma leven in een groepje van misschien maar 10 mensen. Wauw. Nou, het was het ergste wat ze had kunnen doen in mijn belevenis. Er was geen tijd meer. Ik had geen tijd meer om even weg te gaan van de afdeling. Totdat ik een keertje van de afdeling wegging, gewoon simpel om een zakje chips te pakken. En ik kwam terug en er was iemand gevallen.
Hoe kwam ik daarachter? Die persoon moest altijd met de rollator naar het toilet. Maar dat vergat ze vaak. Dus ik zag die rollator. Ik denk, oh jee, het is weer zover. Nou ja, ik breng die rollator daar even. Maar ik hoorde gehuil achter die deur. De deur open gedaan. En die mevrouw lag daar en had de heup gebroken. Is daarna, hè, heel gevaarlijk is narcose. Dat moet je niet onderschatten. En is nooit meer de oude geworden. Is heel hard achteruit gegaan. Ik heb daar zo'n last van gehad, hoewel ik er eigenlijk niks aan kon doen, dat ik nooit meer met plezier naar mijn werk ging. Elke keer als het 4 uur was, was ik blij dat ik klaar was met werken. En dat heb ik nog een half jaar volgehouden, totdat ik dus een burn-out had. Maar God gebruikt alles ten goede, want daardoor kreeg ik dus levensvragen. Opleiding, betaal nog studieschuld. Wat heb ik nog aan deze opleiding, want ik wilde het niet meer. Nou, alles kwam aan het rollen, om het zomaar te zeggen. Totdat iemand tegen mij zei, ken jij Jezus? En ik zei, natuurlijk ken ik hem, dat is een toffe kerel. Maar ik geloofde in van alles wat goed was. En ik ging naar die kerk en ik moest huilen. Ik kon niet verklaren wat er gebeurde met mij. Ik moest zo huilen. En ik dacht, nou, dat heb ik dus niet van huis uit meegekregen, dat mannen huilen. Dus ik denk, doe eens normaal, Edward, man. Wat voelde ik me, een watje. En ik ging weg en dat meisje had het natuurlijk wel gezien. En die zei, het maakt niet uit, dit en dat. Maar stiekem vond ik het ook wel fijn, want ik kon eigenlijk helemaal niet huilen. Daarom was het zo bijzonder. En ik dacht, volgende week ga ik weer. En zonder dat ik het door had, bad ik met God. Bidden met God is gewoon praten, hoor. Je hoeft niet per se je ogen dicht te doen en zo. Nee, gewoon nu kan ik praten met God. Maar vaak doe ik wel mijn ogen dicht, zodat ik kan focussen. Dat is een ander verhaal. En ik zei, ja, Heer, ik weet niet of dit van u was. Het was zo apart. Ik kan niet huilen. Ik huilde allemaal brabbelen. Ik zei, maar als het toch van u is, laat het dan volgende week weer gebeuren. Nou, ik kon niet wachten dat het weer zondag was. Heel apart al, hè. Dat is natuurlijk al de Heilige Geest die hem aan het werk was. Ik ging nog naar de kerk en ineens, hoor, ik kan niet wachten dat het zondag is. Ik ga weer naar de kerk en het gebeurt weer. Nou, de duivel komt om te roven en te stelen. Ik had de hele week al aangedacht, misschien kwam het wel door de sfeer, dat ik die burn-out heb, dat ik geloofsvragen heb, dat ik bezig ben met wie ben ik en noem het maar op. Ik ging het verklaren. Het gebeurde weer en op een gegeven moment ben ik toch naar zo'n leider gegaan om uit te leggen. En hij was helemaal niet verbaasd, tot mijn verbazing. Hij zei tegen mij, weet je wat dat was? Ik zo, nee, dat is de liefde van Jezus. Bam, ik begon weer te huilen. Dat was zeg maar hoe God door mij werkte en mij bevestigde dat het van hem was. En sinds die dag is mijn leven veranderd. Mensen dachten echt in het begin, nou, die heeft godswaanzin, want ik kom van de straat. Ik was de jongen die wel in coffeeshops zat om te blowen. Ik was de jongen die wel naar feesten ging en niet goed omging met vrouwen en allemaal andere dingen. Waar ik nu gewoon schaam me voor schaam. En toen was dat stoer. God heeft mij zo veranderd door zijn liefde. Dat wilt hij ook doen in jouw hart. Maar dat wilt hij niet alleen doen bij jou, maar hij wil jou aanstekelijk maken. Hij wil ervoor zorgen dat als jij erop uitgaat, dat jij zachtmoedig bent. Dat jij lief bent. Dat ze jou leren kennen, omdat ze Jezus in jou zien. En dan zal je, net zoals wat Jezus had. Dit vind ik een heel mooi verhaal in het evangelie. Jezus wordt uitgenodigd door een farizeeër. Nou, een farizeeër is iemand die heel veel weet. Heel veel weet van God. En op een gegeven moment wordt Jezus uitgenodigd om daar te eten bij hem huis. Hij gaat daar eten. En onuitgenodigd, best asociaal, komt er een vrouw naar binnen in het huis van die farizeeën. Omdat Jezus daar is. En zij begint te huilen over de voeten van Jezus. Met de haren de voeten af te vegen, te wassen van Jezus. Te kussen, dure parfum, hem in te smeren. En Jezus weet hoe mensen kijken naar wat andere mensen. En die persoon zegt niks, maar denkt, Jezus is volgens mij niet zo'n grote godsman. Want kijk eens waar hij mee bezig is. En weet je wat Jezus zegt? En dat raakt mij. Weet je hoe iemand herkennen is die het meest van mij houdt? Dat is die het meeste genade heeft gekregen van mij. En dan kijkt Jezus die farizeeën aan en die zegt, heb jij mijn voeten gewassen? Heb jij mij gekust? Heb jij mij gezalfd met dure olie, met lekkere parfum? Wauw. Dat nummer Amazing Grace. En dat is echt zo. Ik was eerst blind, maar nu kan ik zien. Ik heb bijna geen tijd meer, zie ik. Dus ik moet hem afronden nu. Maar
ik wil jullie uitdagen. Wil je kijken met jouw vleeselijke ogen, hè? Want het nummer is waarschijnlijk, ik weet niet, misschien wordt ook door ons gezongen. Ja, wij kunnen zien, maar toch zingen wij. We waren eerst blind, maar nu kunnen wij zien. Wil jij blijven kijken met jouw vleeselijke ogen? Met jouw eigen Bijbel, zeg maar. Hè? Niet geloven van A tot Z, maar hoe jij het leest. En wil jij blijven handelen omdat het er staat? Of wil je handelen omdat de Heilige Geest je laat stromen? Hè? Paulus zei het. Wees bij een Jood een Jood en bij een Griek een Griek om ze voor Jezus te winnen. Hoe ben jij te herkennen? Is jouw naaste liefde groot? En dan kom ik op het volgende. Of kijken we wat dat lied zegt? Ik was eerst blind, maar nu kan ik zien. Dus kijken we met onze vleeselijke ogen of gaan we leren kijken zoals Jezus kijkt? En dat is mogelijk, maar dat is moeilijk. Dat betekent onder andere een kruis opdragen. Niet met mijn karakter, maar uw karakter. Ik heb ook mensen die ik soms niet aardig vind, maar toch op mijn pad krijg. En die ik ook lief moet hebben. En waarom? Omdat ze naar het aangezicht van Papa God zijn gemaakt. Elk mens is gemaakt naar het aangezicht van God. Dus wie ben ik? Wie zijn wij? Om dan te oordelen. Omdat we in een gebroken wereld leven. Ik hoop dat dit ons mag inspireren om anders weer te kijken. Om misschien eens weer terug te kijken naar onszelf. Hoe gaan wij om met onze naaste? En onze naaste is letterlijk de wereld. Hoe ga ik ermee om? Als mensen mij zien, is dat belangrijk als hoe God dan kijkt. Want het is soms lastig. Dat herken ik ook. Nou, ik heb nog heel veel eigenlijk, maar ik ga nou afsluiten. En als er straks toch mensen zijn die nog vragen hebben, of even met mij nog willen praten, of misschien wel willen bidden, ik sta er echt voor open. Dus tik mij dan rustig aan straks bij de koffie. Amen. Mag je staan, als dat niet lukt blijf je zitten. En als je dit wil ontvangen, ja, maak gewoon als proclamatie naar God, doe je handen open. En dan wil ik jullie zo zegenen, met gewoon deze, ook deze week, naar Pasen toe. Dat je mensen op je hart mag krijgen. Dat bid ik echt, Heer. Wilt u ons gebruiken? Dat we in onze stille tijd openbaringen mogen krijgen. Of misschien wel in onze droom, in onze slaap. Heer. Geef ons ook sleutels om het juiste te zien in mensen. De juiste te zeggen tegen mensen. Zodat ze u mogen zien in ons. Dat we een voorbeeld mogen zijn zoals u ons opdraagt. Om een zout voor de aarde te zijn. En een licht voor natieën. Zo wil ik ieder ook zegenen in hun gezondheid. Naar geest, ziel en lichaam. En dat u grote dingen door ons heen gaat doen. Omdat we een grote God ook mogen dienen. In Jezus' naam. Amen.